Hey, superleuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal, Mikey Eftel. Mensen, kijk eens waar ik ben. Hey, Efteling. Hey, ik ben binnen, het is echt een lekker druk in het park, maar ik ga proberen weer zo ver mogelijk te filmen. Nou, ik ga in ieder geval nu lekker even naar Ruigrijk. Weet je, even die achtbaan in. Dus is wel leuk. Het is echt lekker druk, maar het maakt niet uit. Ja, ik ben nu natuurlijk onderweg naar, om naar Ruigrijk te lopen. Kijk hier. Prachtige symbolica in de achtergrond. Nou, dat is eigenlijk best wel leuk. Ik zit te denken om lekker een stukje door te filmen, maar ik vind het natuurlijk best leuk om lekker hier in het park te lopen natuurlijk. Ik heb hier nu recht langs de Gondolata vijver, dat is hier ook. Dat vind ik ook altijd leuk. En daar raak ik natuurlijk zo'n boelie leus, maar daar raak ik nog een stukje omheen op lopen. Maar ik ga, als ik naar Ruigrijk missen, loop ik dan. Als ik naar Ruigrijk loop, dan loop ik langs over dat bruggetje heen en zo. Langs Bron, dan doe ik via Game Gallery loop ik meestal Ruigrijk in, omdat die, ja, eerlijk gezegd wel een fijne lopen, maar maakt niet uit. Maar in ieder geval, ik ga lekker raakbaan en zo meteen, dus hier kun je lekker mee. Lekker. Zo mensen, ik ben net in Ruigrijk aangekomen. Ja, super leuk, super tof. Ik ga zo, wat ik zo eerlijk gezegd mijn mening is, ik ga die achtbaan doen. Dat is de Python hier vliegen in Holland. En hier zo te zien is de Python tijden. Ziet de Python er nog aardig dicht uit. Maar misschien dat hij zo meteen nog open gaat. Ik denk dat het dicht is. En ook, volgens mij staat de jongens aan de rechts ook nog stil. Oh my god, mensen. Het gaat allemaal goed hier, maar hier is. Ja, boeien. Als ik maar lekker in het park ben, is het voor mij prima. Maar hier bij de Vrienden Hollander, ja, ze zijn een dikke rij, mensen verwachten natuurlijk dat hij zo open gaat. Papier? Daar? Papier? Ik zie anders. Zeg, staat de Jozef en de Rijk en de Vliegende Hollander staan hier op stil. Dus dat betekent één ding. Heet je Python? Dus de. Dus mensen. Er zit niks anders op, mensen. Dus ik ga Heet je Python doen, dus. Lekker.
Ja, die, nu staan ze op. Hier lopen. Ze stonden, zaten daar op de bank. Oh. Oh, zie je. God, we hopen ook, jongen. Als ik bij het water zat, was je nou helemaal nat. Ik denk dat hij op tijd stopt met oude tuffen. Oh joh. Ik denk dat hij een artikel van ons gaat schelden. Ik wil dat die bossen met elkaar. Echt.
gaan wij echt, volgens mij zo'n stukje, hè? Echt zo'n stukje. Oh my god. Zo, we gaan platten. Maar we zullen het opletten. Kijk, dit is een grappig stukje bij de oude tuffen. Ja, ik blijf natuurlijk zeggen wel een mooie attractie. Ik denk dat het gelukt dat kinderen nou hier in kunnen toeteren. Dus ik blijf hier zijn gelukkig met die bots even met elkaar. Ja, bijna bots 7 meter weg. Wat zijn wij hier? Dat is geld niet veel. Maar het is dus zijn auto's natuurlijk die. Zelfrijdende auto. Dit dus zijn zelfrijdende auto's, ja, dus ze komen elektrisch en alles. Ja, ze zijn zelfrijdende. Maar het scheelt wel niet veel. Ja, dat is wel leuk. Lekker genoeg direct uit en zo. Wel leuk. Even kijken wat zo meteen gaat. Bij de botsing, wat is dat ding? Wat de, maar ik heb dus een oude tuffer en ik heb mijn kant twee keer botsen. Maak het mee hier, mensen. Maar we hebben even een bijna gebotste oude tuffer. Dus de, mensen, we gaan naar de volgende attractie, dus de, lekker. Yo, kijk zo, Mike, ik zeg net ook uit de oude tuffer. Dat is ook eerlijk gezegd best wel leuk. En ik loop nu heel even over het Anton Pieckplein heen. Dat is ook altijd wel leuk. Hier is natuurlijk het mooie Efteling Museum. En daar is ook al die leuke zweefmolens, fietsmolen, alles. Zo lachen, ik zit te denken nu hier even. Gewoon even lekker door het Efteling Museum te lopen, hè? Dat is gewoon leuk. En ik loop nu even lekker door het Efteling Museum. Ik ga even een museum salasje. Ik heb een mooie schilderij tekeningen die ze hebben gemaakt in het museum. Dat is wel leuk. Natuurlijk. Vooral lachen. Die tekening heeft natuurlijk een Anton Pieck gemaakt. Dus ik kan heel nice kijken bij Anton Pieck. Ja, dat is gewoon leuk, eerlijk gezegd. En hier natuurlijk die oude Pietermaan die ver bij de pillen in zijn overheen gereden, maar dat is wel leuk. Ja, het is wel grappig om te zien, mensen. Maar hier, ik zit te denken, meer even op het Anton Pieckplein. Even te denken, maar ik vind een van die zweefmolens te gaan. Dat is ook wel leuk. Ja, en ik zit te denken, ik moet heel even met mijn GoPro te filmen. Maar ik moet een stuk fijner. Ik dacht, die onderuit even mijn GoPro filmen, maar maakt niet uit. Dus ik, die GoPro van mij die filmt ook wel fijn, eerlijk gezegd. Ook qua onderuit, zeg maar, ik vind die ook goed.
We leggen denk ik de zweefmolen in, dus lekker lekker. Yo, kijk eens een beetje even. We zijn heel even in de zweefmolen. Dus de zweefmolen met die avius. Dus dat is eerlijk gezegd best leuk. Dus heel even wachten. Dat ze weer aanzetten natuurlijk. Dus dat is sowieso leuk. Maar dat vind ik wel echt lekker in de grind te gaan. Dus ja, sowieso best chill. Dus als het goed is gaan we zo vooruit draaien, maar dat is best wel leuk. Maar het maakt niet uit of het vooruit of het naar achter is. Maar als je een leuke vlog kan maken, dat is sowieso lachen. Dus ja. Lekker. En dan gaan we mensen. Hoppa. Die aapjes zweef. Moet je eigenlijk nu, nu maar even aapjes zweef worden. Die van die soort aapjes hebben neergezet. Dat is wel leuk gedaan, zeg maar. Hey. Tijd ga ik hier wel heel vaak in, maar ik vind het ook gewoon leuk is om te doen, zeg maar. Want deze is ook vrij, best vaak een vrij rustige wachtrij heeft. Dus even lachen. Lekker lekker. En mensen, we hebben een frietje in die aapjes zweefmolen. Ik ga nu door naar de volgende attractie. Lekker! Ja, mensen, lekker. Droomvlucht. Dan gaan we de sterrentunnel in.
Tarzan weer tegen. Oele. Oh, kijk mensen, dit is Tarzan. Ik zie nu Natria Tarzan, dus. Oei. Lekker. Ja. Nou mensen, ik loop nu even richting natuurlijk kabouterdorp. Zo leuk. Dus sowieso wel even lang. Oh nee, mensen, ik heb zitten verlakken mijn shirtje hoor. Zie ik nou pas. Wat de, jij kunt ook een vlog bijna zien net. Maakt niet uit. Ik loop weer natuurlijk. Hier natuurlijk bij een prachtige kabouterdorp en ik ga natuurlijk ook lekker gezellig even langs lopen, lekker filmen, dus smashen. Dat kan gewoon allemaal. Het is wel allemaal leuk. Dus ja. Dus ja, blijf maar gewoon lachen hier. Dus ja. Nee, ik wacht aan de uitgang. Zo, blijf gewoon leuk. Die hek er buiten is. Dus. Ik denk dat ik wel hier gewoon even naar boven ga. Gelijk. Met die binnen en de buitenreis. Ja. Zit er ook zo natuurlijk zijn kabouter. Dus kijk. Die keer zijn kabouter, ja, is wel lachen. Ja. Ja. Dat denk ik. Zo lachen. Zo met die kabouterreisjes. Zo leuk. En we hebben natuurlijk. Ja, mensen. Ik dacht toch niet van. En daar ook niet. Pak maar, pak maar. Het ziet er allemaal heel grappig uit, al die sprookjes. Nu even denk ik langs het andere kabouter druppelen. Ja. Eens lopen en dan ga ik richting Langnek. Zo leuk. In ieder geval is vandaag lekker druk in het park. Ik ga toch proberen, of ja, gewoon proberen zoveel mogelijk attracties te kunnen doen. Dus ja. Dus
wel chill. Het park is tot eigenlijk open. Dat is ook weer een voordeel. Als het is het eind van de dag is dan ook nog een soortje zitten denken om daar ook naar heel even te gaan kijken. Dus het is echt heel druk, maar dus, kijk hier wel lang nek. Zo chill, maar ik loop heel even verder door het sproetjes nog heen. En ik ga natuurlijk allemaal kijken wat ik kan filmen, wat ik ga filmen. Dus. Weet je wat is? Weet je wat alles hier in Efteling is? Natuurlijk altijd een looproute van de ene attractie en de andere attractie. Maar ook qua sprookjesbos is het ook altijd eerlijk gezegd een hele looproute. Dus Ik ga zo snel even kijken bij Rita Roodkapje. Ik zal even kijken wat sproeitje van het kapje is ook al heel leuk vinden. Maar gewoon even te kijken. Dus we hebben hier het kapje. En het is wel leuk, hè? Ja, alleen het nadeel is dat het druk is. Ja, niet uit. Ik denk niet of we naar rijk licht geraakt. Dus dat is wel leuk. Dus ja. Zullen we eens even kijken, want naast had hij direct lichtgeraakt storing. Dus ik hoop nu niet dat hij weer storing, dat die storing al bij direct lichtgeraakt al opgelost is. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen natuurlijk. Maar ja. Bij direct lichtgeraakt is ook wel, dat is wel een leuk sprookje zeg maar. Maar ja. Ja, wel even leuk. Ja, zullen we zien, de lichtgeheid is nog steeds kapot. De verstoring, die had hij toch nog geen zin in vandaag. Dus zoals jullie zien, natuurlijk doet hij nog steeds niet. Dus ja, wat doe je eraan, hè? Maar weet je, het is, ja, je hebt zo'n vrienden bezoekers, zeg maar, die komen echt voor een specifieke attractie, voor zo'n specifiek sprookje. En weet je, dus, ja, je kan beter dan de vierde Efteling heb ik onderhoudskalender kijken. Dan wanneer die aan die attractie een onderhoud is. Dat mensen niet teleurgesteld zijn als ze hier gaan komen en dan die attractie dicht is. Ja, dus heb je natuurlijk wel andere attracties die wel open zijn. Maar weet je wat ook is? Als je hier rondloopt en dan altijd wat al aan te zoeken zijn als je dan hier rondloopt, dan altijd zijn dat er een, bijvoorbeeld in de attractie in één keer een storing is. Of in één keer een storing is of zo bij een attractie. Ja, dat kan natuurlijk altijd heel onverwachts gebeuren, hè? Maar maakt niet uit. Maar meestal proberen ze natuurlijk altijd snel op te lossen en dan, ja, maakt niet uit. Ik ga nu heel even doorlopen naar Ranzerietje, maar ik wou even kijken.
filmen, maar daar was daar veel druk mee. Dat loop ik nog even naar Hans en Grietje. Dat film ik dat door Hans en Grietje wel. Dat kijk, je hebt Hans en Grietje. Het blijft altijd wel grappig zo het huisje van Hans en Grietje. Dus ja, nu heel even kijken bij vrouw Olla. Zie ik altijd aan te zien, zeg maar. Dus kijk hier. Even kijken of ze het weer aan het laten sneeuwen is. Dus Ach nee, hij zou ook weer beter gaan naar rechter. Maar we gaan even een stuk dichterbij. Naar mevrouw Holland, want dat is net wel even een stuk handiger. Dat is vooral weer naar buiten komt natuurlijk. Dus dan heb ik wel een beeld in ieder geval voor Holland. Vrouw Holla! Volledig naar buiten. Misschien is het een geintje van ons uitgehaald, dus vind ik het wel. Ja, doe je. Ja, dat is een oude man. Adem in, adem uit. En toen zagen we de steen met haar rond. Ignatus, violinist. Wij blijven. En jij, Esmeralda en ik, ja. Wij gaan uitzoeken wat er met deze plaats aan de hand is. Ja. En bovendien, zie je wat er is. Ja. Nou. Zo mensen, nu onderweg naar Ruigrijk. Daar even lekker de achtbaan in. En ik zit te denken om ze daar allemaal even kijken om een aantal achtbanen te doen. Dus dat is ook eerlijk gezegd wel leuk.
Dus is wel leuk. Dus het is altijd wel leuk om lekker hier in de Efteling rond te lopen. En ik denk even hier zo'n drek in de misschien even Pieter of de Vliegende Hollander. Ja, dat zien jullie allemaal zo meteen wel. Dat is sowieso wel leuk. Ik loop hier langs het treinspoor. Zo naar hier is in de draak. Dat is sowieso wel even leuk. Uitdagbaan. Dat is altijd wel leuk. Dus ik ga wel lachen. Hier zit lekker mee, het is een lekker weertje. Dat heeft ook weer zo zijn voordelen. Zitten we ook langs de rek Edna. Heel vet. Dus dat blijft wel leuk. Nee, om lekker in die achtbaan te gaan. En dan ga ik ook zo meteen lekker filmen met mijn GoPro. Dus ja. Uitdagbaan. En allemaal goed mensen. Ik ga dit lekker filmen met mijn GoPro. Dus het is allemaal goed mensen. Lekker lekker.
misschien succes, we gaan even een armbandje doen, maar misschien wel. Even lekker kijken, dan zie je het vanzelf wel, mensen. Kijk hier, hoe. Dat is mijn kamer ergens zijn, denk ik. Dat is waar de kraan staat. Heel leuk. Hier natuurlijk mag ik zo morgens aan robotskuren. Het is een beetje vatten, maar gaan. Smetterling.
loop gewoon. Zeg je nou, een smetteling. Ja. Ja, die handen. Hey, pak je geen kriebel? Zo pak je geen kriebel daar aan de zijkant. Ik hoop je dat. Zodat ik hem later zeg, anders ik hem nog net in beeld kunnen brengen. Het is wel leuk geweest, mensen. Van het Sprookjesbos. Dat is ook best wel grappig. Lekker! Ja, la 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 la. Oh ja, hier is zes wanen, mensen. Ja, de achterkant van zes wanen. Wat de. Kijk mee. Zo mensen, lekker in de pagode. Even lekker de hoogte in, dus lekker genieten. Dus lieve vrij, kleine vrienden. Dat is terecht. Niet te lekker hier. In de pagode. Kan je niet laten vallen, hoor. Pak erachter. Meneer, zou je de kleine niet willen zetten, alsjeblieft? Dank u wel. Dat is echt mooi uitzicht zo. Hier een rijgeik, mooi rijgeik. Natuurlijk kon de letter. Zo, kijk dan de rij bij. Zo, wat? Ja, oké, nou voor de zomeravond gesproken, hier gaan ze natuurlijk iets leuks doen, maar ook bij, weet daar, bij Fata Morgana, dan komt de gin weer naar buiten en alles, bij de Piet waarschijnlijk gaan ze iets doen. Dat is leuk, dus. Ik ben echt heel benieuwd naar de zomeravond hier in de Efteling weer. Dus die gaan ook weer heel leuk worden. Nu verder natuurlijk de Efteling Hotel. Dus daar is een kermis zelfplezier naar Reveling.
En ik zeg, Ravelijn is ook wel een mooie show. Is dat in dit bos, kijk daar achter het kruis van de Verzeningen, met dit bos hier geloof, dat daar ook een spoorgesbos in zit. Dat is ook wel best wel bijzonder. Kijk hier, symbolica. Zo gaan ze langs weer groot, die poppetjes. Die pupjes. Het was weer in de Rude. Lekker. Zo, kijk van mij. Ik heb vanaf de single rider van Symbolica in. Ja, dat is heel leuk. Dus van me op dat hij lekker druk kan lopen bij de single rider van Symbolica. Ja, dit is natuurlijk een verrassing van wat ik toe wil hebben, maar dat ga je zo al zien. Dus wel heel leuk. Symbolica. Dus wel benieuwd wat ik toe wil hebben. Dus lekker. Oké, zo Mikey Eftel. We zitten door in Symbolica en last van een kleine technische storing in Symbolica. Het is letterlijk de eerste keer dat ik een storing heb, letterlijk in Symbolica. We moeten nog eerlijk gezegd hier naar die ruimte toe, die eigenlijk naar hier achter. Maar hopelijk gaan we zo weer verder. Ik denk hier op je muziektour, ik zit in een schattentour. Oh my god, kijk, dat is het eerste op station, man. Sta even stil. Hopelijk wordt de storing zo opgelost. Kijk, hier staat die andere fantasievader van de heldentour. Het bijzonder om ook in Symbolica even een kleine storing mee te maken. Dus ja, wat bizar dat we hier even stilstaan, storing hebben. Wat de? Nou, eerlijk gezegd, ik heb het jullie nog een beetje kunnen zien, maar dat de storing zo wat opgelost. Ja, misschien op dit moment hebben we last van een kleine technische storing. Maar even een klein beetje geduld, alstublieft. Kijk, ze horen in de achtergrond. Oh my god. En zo maken we hier ook. Wacht, ja. Oh, mensen, we maken het mee. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit storing gehad in Symbolica. Nou, dat is een storing. Wel een storing of zo. Deze achtbaan. Rijden. Ja, als ik het goed uitspreek. We staan hier heel veel mensen stil, maar ik vraag me af hoe lang de storing nog duurt. Oh my god, waar zit die lang? Sterk.
dat die storing zo wordt opgelost, maar dat we zo weer verder kunnen. De zeevaarders staan even stil. We gaan zo weer verder. Attention, the fantasy carriages are momentarily at a standstill. We will continue in a moment. Ja mensen, we gaan weer verder. Hey, eindelijk. Ja. Klein storing mensen. En dan we gaan weer verder. Dat was een fijn ritje. Heel fijn stilgestaan. Ja. Nou is een boer wachten buiten. Die zijn wel denk ik wel. Ja, wat grappig om mee te maken, mensen. God, daar heb ik last van storing. We waren eigenlijk hier stil te staan, een stukje verder, maar volgens mij is het symboliek even zijn dingen af. Luister. Wat, ja? We hadden toch daar te staan, op een parkeerplekje? Ja. Ook niet dat er nog een storing is. Attentie, de fantasieva, attentie als u niet. De fantasy carriages. Oh my god, dit is echt content, hè, mensen. Your attention, please. The fantasy carriages will resume moving. Oh, so. Dat was raar. Mensen, wij zijn echt content. Storing in de Groningen. En naast Symbolica. Stel mensen, serieus. Oh my god. Ga lekker vandaag bij Symbolica. Kijk, haal de toer gaat wel door. De trouwens, die staat ook nu stil. Ik heb muziek tegen die. Nou, lekker nou, gaan we. Symbolica lekker heel dag. Ik ga stilstaan. Ja, joh. Gaat goed vandaag bij Symbolica. Ja, mensen, ik blijf naar Express filmen. Ja, juist filmen, want het is echt content. Symbolica heeft even een beetje onderhoud nodig. Ja, misschien wel. Ze laat me kuren, denk ik. Oh my god. Mensen, we maken er mee in deze vlog, echt serieus. Kijk, daar komen ook andere fantasievaders daar, die gaan wel door. De rechter, oh, hij gaat open. Hier staat ook een fantasievader klaar, wat de?
Oh my god. You cannot go any further. Maar eens goed naar uzelf. Daar zit u dan met uw goede fatsoen. Wat is er aan de hand? Trubbels? Pardoes, ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de tour gaat weer door. Don't you... Heel goed, blijven drukken. Illumina Fantasia. Nee, ja. En dan gaan we weer, staan weer stil. En dan gaan we verder. Oh my god. Dat is het langste ritje symbolica ooit. Lekker doorvloven voor het geval dat weer sterk is. Dan heb ik gelijk goed op beeld. Ja. Dat die fantasie verder ook nog weg moet, hè? Och. Gaat, eerlijk gezegd, gaat lekker vandaag. Hey, Pardoes! Ik heb weer even in die appie schreeuwen waar ik eerder in de vlog al in heb gezeten. En dan ben ik teruggelopen, want hier was rijden er even korter. En daarnet was het ook al eerder gezegd, even heel bijzonder. Maar ik heb nog eerlijk gezegd in al die jaren dat ik in Cibulica ben geweest, dat nooit storing gehad en dikker wel storing. Dat vond ik eerlijk gezegd ja, wel een keer leuk en bijzonder om mee te maken. Dus ja, dat is wel lachen. Maar ik had zoiets van, ga je nog een keer terug naar die apiesweefmolen. Dat is ook wel grappig. Dus deze zweefmolen is best wel leuk. En ik film nog heel even met mijn, weer even mijn GoPro hier in. Maar dat maakt niet uit. Als je maar, maar leuk hebt, toch? Ja, ik ben toch niet meer geweest, dat is wel leuk. Dus,
Nee, ik zit wel lekker hier in. Ik zit te lachen. Dus zo meteen ga ik er even naar huis kijken, misschien even wat achtbanen doen. Dus daar is ook wel lachen. Dus ja. Ik vind het eigenlijk een beetje moeilijk om te stormen met Loopsen. Maar ja. Ja, we liggen te genieten bij die zweefmolen. Lekker, lekker. Wat vind we? Ja, ze zijn meteen met die achtbaan in, dus het kan allemaal goed, mensen. Tja. Dat wil ik wel lachen. Stem. Lekker, lekker. Zo ik, oh, dat was allemaal mensen, vergeet je in de zweep. Dat was een beetje zweefmolen, mensen. Ja, en ik ga nu richting Rijk weer even achtbaan in. Dus dat ga ik ook filmen met die GoPro, dus lekker. Ja mensen, even in de tussentijd even richting de Vliegende Hollander gaat lopen. Dus, of ja, Vliegende Hollander, misschien dat ik er zo meteen wel even in ga. In ieder geval richting Ruigrijk, ja, wel heel leuk. Ja, misschien gaat er wel zo in. Dat is wel lekker. Misschien dat ik ze ook nog in een achtbaan ga. Maar mensen, sowieso wel lekker. Hier begon ik met iets nog even dicht. Dus onderhoud, maar mijn onderhoud was iets uitgesteld of zo weet ik het wat. Maar de mogelijkheid is aanwezig dat die, als die vlog online staat, dat die weer open is, maar ik durf dan dat met zekerheid niet te zeggen, zeg maar. Maar ja, is wel leuk. Maar nu is dat vlogger uitkijken voor de achtbaan te doen. Is wel leuk, hè. Dus chill dat park dat achter die roep is. Zo verder heb ik net even weer iets mee te vloggen, zeg maar. Ja, althans, het ligt er aan de verwante drukte van alles. Ja. Kijk, Pieter Vliegen Lollander. Nu is het even kijken. Ik zou alle drie doen of eentje of één of twee, maar moet ik even kijken, maar anders zien jullie dat vanzelf wel. Dus ja, kom dan maar goed, mensen. Ja, dat zal sowieso wel even lachen. Dat is eigenlijk lekker weer om zo'n leuke vlog te maken. Ik heb de pitontje. Zie je dat even lekker, maar. Ja, goeie hè. Dus ik ben in ieder geval een rijrijk, dus het is heel lekker daar aan het doen. Dus lekker, lekker. Thank you.
even in de tussentijd even richting de Vliegende Hollander gaat lopen. Dus, of ja, Vliegende Hollander, misschien dat ik er zo een keer wel even in ga. In ieder geval richting Ruigrijk, ja, wel heel leuk. Dus, ja, misschien gaat er wel zo in. Dat is wel lekker. Ik denk misschien dat ik zo ook nog in een achtbaan ga. Maar mensen, dat is sowieso wel lekker. Hier begon ik met iets nog even dicht. Dus onderhoud, maar mijn onderhoud was iets uitgesteld of zo weet ik het wat. Maar de mogelijkheid is aanwezig dat die, als die vlog online staat, dat die weer open is. Maar ik durf dan dat met zekerheid niet te zeggen, zeg maar. Maar ja, is wel leuk. Maar is dat vrij leuk even de huisbaan doen. Is wel leuk, hè? Dus chill dat dat park dat achter die roep heeft. Zoek verder, heb ik net even weer iets mee te vloggen, zeg maar. Ja, althans, het ligt eraan dat ik van te druk en van alles. Maar ja. Kijk, Pieter Vliegende Hollander. Dus ik ga even kijken of ze alle drie doen of eentje of één of twee, maar moet ik even kijken naar alles. Zien jullie dat vanzelf wel? Dus ja, kom dan maar goed, mensen. Ja, dat zal sowieso wel even lachen. Ik ga lekker weer om zo'n leuke vlog te maken. Ziet u de pitontje? Ik zie dat hij wel leuk is. Ja, goeie hè. Dus, nou, ik ben hier wel een rijk, dus ik ga lekker daar bij me doen. Dus, lekker lekker.